Hi, goeiedag. Welkom op mijn kanaal of welkom als je nieuw bent. En als je terugkomend bent natuurlijk, want gezellig dat je er weer bent. Een tijdje geleden heb ik een cola testvideo gedaan. Dat was de eerste omdat ik een fervent cola drinker ben. Nou, niet fervent, gewoon zeg. Geobsedeerd. Dit is mijn allerfavoriete drinken. Op koffie na, denk ik. Ik weet niet als ik koffie of cola zou moeten kiezen. Wat ik dan zou nemen. Dat is lastig. Dat is een lastige. Maar goed, ik vond het leuk om te doen. Dus en de reacties waren oké. Dus ik dacht, ik doe het nog een keer en dan kijk ik wat er gebeurt. En hoe jullie daarop reageren en of jullie dat leuk vinden. En of jullie ook andere dingen misschien willen zien die te proeven zijn. Noem wat, café noirtjes, stroopwafel, koffie van verschillende merken, water van verschillende merken, kant-en-klaar maaltijden, noem het zo gek op. Als het te proeven is, wil ik het best proberen, behalve als het heel pittig is. Want ik hou niet van pittig. Ik kan er niet goed tegen, dus hou ik er niet van. Ik raak er ook niet aan gewend. Ik zie in mijn woonkamer grens aan de straat. En wij wonen rond een speelpleintje. Dus ik zie uit mijn ooghoek steeds iets bewegen. Dus ik denk iedere keer dat er iemand voor de deur staat. Want ik verwacht nog een bestelling van muscle meat. Daar kom ik nog wel een keer op terug. Muscle meat. Maar ze staan op de draaimolen. Zo'n drie persoons draaimolen kinderdingetje en zo. Dus iedere keer zie ik dat bewegen. En dan kijk ik even. Maar we gaan beginnen. We beginnen met... Nee, daar beginnen we niet mee. We beginnen met de originele Fanta. Unpopular opinion, Fanta is geen sinaas. Ik vind Fanta geen sinaas. Maar ja, het ziet er wel zo uit. Ik pak even een bril. Want dan kan ik even zien wat de ingrediënten zijn. Frisdrank met sinaasappelsap. Met suiker en zoetstoffen. Ja, sprankelend water, sinaasappelsap uit concentraat. Suiker in een blikje van 100 milliliter zit 23 calorieën. 23? Nou ben ik natuurlijk niet degene die op calorieën telt, maar 23? Waarvan suikers? Kan ik dat zien? Dat kan ik helemaal niet lezen, joh. Dus... Dit is ook niet mijn bril, dit. 5 gram. 5,6 gram zelfs. Nou goed. Ik weet hoe Fanta smaakt. Het is zoet. Het is geen sinaas. Ja, het is Fanta. Dat is net als met 7-Up en Sprite. Niet helemaal hetzelfde. Maar het is prima drinkbaar. Het is alleen niet mijn favoriet. Dan hebben we er één van de Gewoon. Gewoon is een merk dat is te koop bij de Dekamart. En daarbij waren het weekend in Heelgewaard. Dus dan heb ik deze meegenomen. Vroeger hadden wij hier een Volmer. Die hebben we nu niet meer. We hebben nu Albert Heijn. Die Volmer verkocht dat merk ook. Gewoon. En ik vond het een heel fijn merk. In 100 milliliter zit 23 calorieën.
Het is koolzuurhoudend water, sinaasappelsap uit concentraat, suiker, voedingszuur, citroenzuur en zoetstof. Er zitten 5,6 gram koolhydraten in, waarvan 5,6 gram suiker. Hoor je dat? Dat is sinaas. Dat is denk ik mijn ding met Fanta. Het heeft niet genoeg prik. Dit is de Fanta. Dit is de gewoon. Fanta ziet er iets donkerder uit. Ja, dit is sinaas. Dit is niet de lekkerste sinaas, maar sinaas. Zeker. Ik zet het juiste blikje even bij het juiste glaasje. Als Dennis zo thuis komt, moet Dennis aan de sinaas. Dan hebben we van de Lidl de Freeway Orange. Ja, dat is sinaas. Ja. 32 calorieën per 100 milliliter. En dan 7,5 gram suiker. Het is wel weer wat dom. Dit is een frosted glas, sorry. Ik had niet meer 6 dezelfde even bij de hand. Deze, die van de gewoon ruikt meer naar sinaas. Van de Lidl. Je mond voelt een beetje droog. Ken je dat? Alsof je iets heel zuurs hebt gehad. Nou is dit absoluut niet zuur. Dit is echt één grote slok suiker. Oh. Ik heb niks tegen zoet, maar oh. Dan heb ik er nog één. Van de Albert Heijn, eigen merk. Nou, eens even kijken. Jeetje, wat onhandig. 23 calorieën per 100 milliliter. Per blikje 75 calorieën. Maar het gaat om per 100 milliliter. En ook 5,6 gram suiker. Ja, ze zijn allemaal wat donkerder dan die van gewoon. Gewoon is wat dat betreft gewoon een wat lichtere. Ik vind dat droge gevoel in je mond wel fijn hoor. Maar dit. Lijkt het meeste op Fanta. Vind ik. En zoals we al eerder zeiden. Fanta is geen sinaas. Nou heb ik. Daar ook de zero-versie van de Albert Heijn sinaas. Even kijken hoor. Drie calorieën per 100 milliliter. Veertien calorieën per flesje. En
2,3 gram suiker. Zero sugar betekent dus niet dat er geen suiker in zit. Het is zero toegevoegde suikers. Het handige van een flesje is dat je die weer gewoon dicht kan draaien. Die is wel donker hoor. Ja, niet bijzonder geur. De eerste slok was echt... Oké, hij is niet vies. Hij is bijvoorbeeld veel minder zoet dan die van de Lidl. Maar er zit een hele rare nasmaak aan. En als laatste heb ik de Sisi Sinas No Sugar. 3 calorieën en geen suiker. Gewoon 0. 3 calorieën en gewoon 0. 0 suiker. Wel prik, want Sisi No Bubbles, ja sorry, dat doen we niet aan. Het is ook weer een gewone sinaaskleur. Ja, het ruikt naar sinaas. Maar als je dan drinkt, is het sinaas zonder prik. Je merkt een klein beetje prik. Nou. Wat is er gebeurd met de 3S-sinaas? Die vond ik altijd heel lekker. En ik ben opgegroeid met raak-sinaas en cola. Want ja, mijn broer en ik, wij dronken nogal wat limonade. En mijn moeder was niet een rijke vrouw. had een gewone baan. En ik denk dat wij zo'n 10 flessen limonade er wel doorheen rosten in de week. Dus wij kregen niet de merkdingen, want ja, dat boeide ons ook niet. Als ik heel eerlijk ben, later ben ik dat zelf gaan doen en ben ik dat meer gaan waarderen. Omdat je dan de optie hebt, zeg maar. Maar ja, weet je, het werd gewoon geaccepteerd en klaar. Maar wat is er gebeurd met 3S en raak-sinaas? Nou moet ik zeggen, van deze vind ik die van de Lidl echt het meest vies. Het meest zoet ook. Maar die smaakt ook het meest zoet. Ik denk dat op de eerste plaats de Fanta toch komt dan. En dan de gewoon sinaas. Die vond ik dan toch wel echt het meest wat ik vind dat sinaas moet zijn. En dan de Sisi, ja, dat weet ik niet. Ik weet het niet. Zero sugar, maar ik heb het. Als je net een slok neemt, dan voel je de koolzuur in je mond, hè, de bubbeltjes. Maar als je doorslikt, dan is het net of je Sisi No Bubbles drinkt. Of je gewoon platgeslagen sinaas drinkt. En die van Albert Heijn, ja, net als de cola, vind ik die. Volgens mij vond ik die van Albert Heijn ook het minste. En vind ik bij deze ook het minste. De gewone vind ik wel lekkerder dan de Zero, moet ik zeggen. De Zero heeft een hele aparte nasmaak. Maar goed, ik zou dus zeggen, heb je een Dekamart of iets ander, of een andere supermarkt in de buurt die gewoon verkoopt? Gewoon sinaas.
Of dan toch de Fanta. Ja. En ik vond die van de Lidl echt het slechtste in dit geval. Ja. Dat is mijn mening. En iedereen heeft recht op zijn mening. Ja, dit was hem. Sinaas. Ik ben benieuwd. Je moet even iets verzinnen waardoor die blikjes zo meteen nog goed zijn als Dennis thuis komt. Of ik moet nu heel hard sinaas gaan doordrinken. Maar goed, dat los ik op. Bedankt voor het kijken. Laat een duimpje omhoog en laat ideeën achter als je denkt, ik heb nog wel wat probeer ideeën die je kan doen. Ik denk dat er zo'n filmpje, wat ik van plan ben als het een beetje positief wordt ontvangen. Nou, misschien één keer per maand. Ik vind het ook gewoon leuk om te doen. En de main focus blijft natuurlijk make-up hè, bij mij. Maar heel af en toe een jumbo haul of heel af en toe zo'n test, zo'n smaaktest. Vind ik leuk om het doorheen te doen. En dan houdt het ook weer een beetje spannend. Dus dat was eigenlijk het idee. Ja, kan ik alleen maar zeggen bedankt voor het kijken. Prettige dag verder. En dan zie ik jullie graag de volgende keer. Doei!